Kandidaat-overnemer Philippant van de Graven werd door Antwerp eerder deze week in gebreke gesteld. En dat wil zeggen dat hij tot half februari alsnog de tijd heeft om met de centen over de brug te komen. De supporters gisteravond die waren in ieder geval niet te spreken over de huidige gang van zaken. Een uurtje voor de aftrap komen de eerste supporters het stadion binnen. Er hangt een vreemde sfeer in de lucht. Niemand weet goed wat te denken van de huidige situatie. Blijven afwachten, maar dat is niet nodig. Hè? Je kunt beter de tering naar de nering stellen. En gewoon voortdoen, professioneel. En niet met mensen die van buitenaf extern veel beloven en weinig geven door te zotten in vreugde leven. Hè? Heb je er nog hoop op? In deze situatie? Nee. Ik heb eigenlijk al 14 dagen het idee dat er niks van gaat komen. Ja. Er wordt een heel hoop heisa over gemaakt. En op het scheiden van de markt zijn wij de enige mensen die in de dup van die storen zijn. De supporters. Ja. Dus wij denken van het gaat in orde komen. Het zal dit en het zal dat en het zal zo en zo. En binnenkomers wordt er iets geregeld waar wij niks van weten. Maar wij zijn wel de gekken. Sorry dat ik het zo zeg. Die 20 euro betalen om te komen kijken. De supporters willen duidelijkheid en die moet komen van de clubleiding. Maar Sterkeman Gunter Hofmans mijt de pers. En voorzitter Jan-Michel houdt de lippen stijf. Helemaal niet over de overname, nee. Helemaal niet? Beslist van geen commentaar te geven. Het vervolg van de avond is bekend. Antwerp speelt een goede wedstrijd, maar verliest. Geen overwinning dat de focus op de toekomst van de club kan verleggen. De overnamesoap maakt het ook moeilijk werken voor Antwerp-trainer Dennis van Wijk. Die wil graag vooruit met de club, maar hij moet nu ook wel verder in die totale onduidelijkheid. Na de wedstrijd ventileerde hij bij ons zijn machteloosheid. Natuurlijk die extra sportieve perikelen. Ja, ik ga niet zeggen dat dat een invloed had op de wedstrijd nu vandaag winnen of verliezen. Maar je bent er toch constant mee bezig. En iedereen eigenlijk wel. Elke dag was het van en staat het geld al op de bank. En wat is het? Ja, je belt 4-5 keer naar de mensen met dezelfde vragen. En het houdt iedereen bezig. Ik kan de situatie heel erg goed begrijpen. Als je bepaalde mensen hebt die ja, die voorspiegelen dat je in ene keer uit de problemen kan geraken waar je eigenlijk al jaren in zit, dan is het maar logisch dat je daar geduld mee hebt. Maar het mag niet ten koste gaan van de werking. En natuurlijk heeft dat een invloed op de werking en dat is natuurlijk heel erg jammer. We zijn gewoon heel slecht in het nieuws gekomen. En dat is het kwalijk aan de zaak. Op een gegeven moment is dat gewoon niet meer serieus. Als ik nu moet lezen dat wij de verkeerde bankrekening hebben gegeven, ja, dat nog opgeschreven wordt, dat is voor de comedy capers. Geloof je dat? Nee, natuurlijk geloof ik dat. Geloof jij dat? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Maar wie gelooft dat wel dan? Ik geloof niet dat iemand dat ooit kan geloven. Dat je het verkeerde nummer hebt. Je bent 3 maal in onderhandeling en dan hebben we het verkeerde rekeningnummer. Dus dat is cretologie van bepaalde mensen die het niet hebben kunnen realiseren om hier de boel over te nemen. Ik zeg dan gewoon, oké, het geld kon niet komen of de structuur is te ingewikkeld of weet ik veel wat allemaal. Je kan duizenden excuses vinden voor het te laten afspringen. Maar toch niet het bankrekeningnummer. Want ik neem aan dat als jij 10 miljoen gaat verwachten, dat jij wel de juiste bankrekening gaat geven. Hij maakt zich nu wel sterk dat het in orde gaat komen. Denkt u, gelooft u daar nog in? Ja, hier op de Antwerpen kun je wel van alles verwachten, denk ik. Maar ik moet je echt een antwoord weten.